een hele goede avond toegewenst, lieve luisteraars. Het is vandaag 3 november 2011 en u heeft het ongetwijfeld kunnen lezen in alle dag- en weekbladen hier in de regio. Vandaag in Desperado iets heel anders, want we gaan de politiek belichten. 23 november, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuw te vormen gemeente Hollands Kroon. En de gemeentes die daar allemaal aan meedoen, dat zijn natuurlijk de gemeente Niedorp, gemeente Annapolona, gemeente Wieringen en de gemeente Wieringermeer. En ik heb een e-mail gestuurd naar alle partijen. Niet iedereen heeft gereageerd erop, maar een flink aantal wel. En vanavond is dus de aftrap voor het CDA. Wij gaan direct praten met Elaine Vlaming-Kroon. En om ongeveer 8:30, daarna iets, denk ik 8:55, is de beurt aan Lada. En daarvoor komt Rob Ravenstein naar de studio. En na 9:00 is de beurt aan D66 met Niels Busker. Dan gaan we dus praten met Elaine Vlaming. We gaan natuurlijk het programma van het CDA belichten. Waarom zou u op het CDA moeten stemmen? Of waarom juist niet? Waarom niet op een andere partij? Nou, dat wordt vanavond hopelijk allemaal duidelijk. Het is ook voor de burgers bedoeld. Daar doen we het een beetje voor. Het was net even een mooie plaat van Boskerks, What Can I Say? En tegenover mij zit Elaine, moet ik zeggen, Elaine Vlaming. Ik zeg het constant verkeerd natuurlijk. Elaine, goedenavond. Welkom in de uitzending. Goedenavond. Het is voor jou natuurlijk een hele drukke tijd, denk ik. Wat heb je bijvoorbeeld afgelopen week allemaal gedaan? Waar ben je geweest? Afgelopen maandag was het raadsvergadering. Ja. Ja, wat is er gebeurd er allemaal? Gisteren was ik thuis, want toen was mijn jongste zoon jarig. Gefeliciteerd. Dank u wel. En dinsdag, dan zou ik even nog na moeten denken. Ja, het is zo druk, okay. Ik leef een beetje bij de dag op het moment. Ja. Er is iedere avond eigenlijk wel wat. Ook dinsdag was er een bijeenkomst van evaluatie van de dorpsraden in Niedorp. Okay. Dat is ook een hele leuke avond. Ook goed om te horen hoe dat daar draait, die dorpsraden. Ja, en hoe is de samenwerking al eigenlijk tussen de mensen? Tussen de mensen. Van de dorpsraad, dat gaat ook heel goed? Ja, in Niedorp zijn in alle dorpen dorpsraden ingesteld. Afgelopen anderhalf jaar ongeveer. En die doen dingen samen, maar vooral ook voor hun eigen kern. En daar was een evaluatie van. En het is goed om te horen hoe dat daar gaat. Ja. Want ja, ook in Hollands Kroon zullen we contacten met de inwoners goed vorm moeten geven. Ja. En dorpsraden kan daar een belangrijk onderdeel van zijn. Ja, maar je bent de aankomende week ook echt bezig met campagne voeren. Gaat het zo? Ja, dat hoort er natuurlijk zeker bij. Aanstaande zaterdag dan beginnen we met bezoek aan een aantal kernen. En dan komt ook staatssecretaris Henk Bleker op bezoek in Hollands Kroon. Ja. Dus, die hebben jullie al ver van tevoren uitgenodigd? Ja, die hebben we uitgenodigd en die komt, we gaan een bezoek brengen aan Den Oever, visserijgedeelte, en aan het bedrijf van Münster in de Wieringermeer, een bloembollenbedrijf. Jij bent natuurlijk de lijsttrekker. Klopt. Had je dat verwacht dat jij het zou worden trouwens? Dat is altijd een moeilijke vraag. Ja? Je stelt je kandidaat en ja, je hoopt het natuurlijk. Er zijn meerdere goede kandidaten, dus van tevoren is het toch moeilijk in te schatten. Maar jij bent het geworden? Dan, ik ben het geworden, ja. Heb jij de beste bagage bij je dan, denk je? Ik zal niet zeggen de beste bagage. Ik heb wel, denk goede bagage bij me. Ja. Ik zit al een aantal jaren in de gemeenteraad, vanaf 2002. En sinds 2008 ben ik ook fractievoorzitter hier in Annapolona. Ja. Dus ik heb in ieder geval politieke ervaring. Heel wat dossiers al meegemaakt de afgelopen jaren. Ja. En daardoor ook wel een groot netwerk opgebouwd. Okay, het is een fusie die gaat plaatsvinden tussen Annapolona, Wieringermeer, Wieringen en Niedorp. Hoe keken jullie er in het begin tegenaan toen het bekend werd dat Hollands Kroon opgericht moest worden? Nou, dat is natuurlijk een heel proces geweest. Het is al heel wat jaren geleden dat we in Annapolona ons gingen beraden, zeg maar, op de toekomst, de bestuurlijke toekomst. Wat willen we? We zagen toch dat we als gemeente wat te klein werden. Er komen heel veel taken op de gemeente af. Dat is de afgelopen jaren gebeurd, maar dat zet zich door, dat proces. Je ziet dat er in een gemeente als met de schaal van Annapolona, dat er toch heel wat eenpitters zijn binnen de organisatie. Dus als mensen dan ziek zijn of op vakantie, dan ligt het werk eigenlijk stil. Nou, dat is geen goede zaak. Nee. Het is dan het wordt natuurlijk wel geprobeerd om dat zoveel mogelijk over te nemen. Maar soms is dat door de specifieke kennis die nodig is toch wat ingewikkeld. Er is steeds meer kennis nodig bij
de ambtenaren om hun werk goed te kunnen doen. Dus de schaal van Annapolona was te klein. Toen zijn we eerst gaan kijken of we andere vormen van samenwerking tot stand konden brengen. Het zogenaamde CETA-proces met Schagen en Zijpen waren natuurlijk een heel eind op streek, maar is uiteindelijk toch niet gelukt. Ja, en toen hebben we gezegd van ja, en nu? En toen was er toch eigenlijk wel bereidheid bij andere gemeenten om te fuseren. Wieringermeer en Niedorp hadden toen al uitgesproken dat zij samen gingen fuseren. Maar dat ze nog op zoek moesten naar meerdere partners om groot genoeg te zijn. Ja, en dat is eigenlijk de start geweest van het hele proces. Ja, maar jullie hebben er momenteel wel zin in, denk ik. Ja, nu heb ik wel zin. In het begin heb je toch een beetje dubbel gevoel. Want je zit niet in de raad om je eigen gemeente op te heffen. Nee, en dat maakt het dubbele gevoel. Ja, jammer is dat, hè? Ja, ja, maar je bent gewend natuurlijk. Ja, maar we zien toch dat het voor de inwoners belangrijk is. De dienstverlening naar de inwoners moet gewoon goed, op een goede manier geregeld zijn. En wij denken dat het hiermee gaat lukken. Oké. In jullie programma hebben jullie het over een ambitie. Het sociale gezicht van Hollands Kroon. Stimulering, leefbaarheid en bedrijvigheid. Dat vind ik in bijna alle programma's vind ik dat terug. Is er ook iets in het programma waar het CDA zich onderscheidt van de rest? Nou, daar pak je al precies de dingen wat wij het belangrijkst vinden. Wij vinden dat het belangrijkste is dat Hollands Kroon leefbaar is en blijft. Het is nu een prachtig gebied, is het. Ja. Het is er mooi wonen. Het is natuurlijk wel een keuze, want je hebt niet alle voorzieningen overal. Maar ik denk dat het juist voor mensen die van wat meer ruimte houden een prachtig gebied is. Ja. Dat willen we ook zo houden. Dat betekent dat we moeten zorgen voor woningbouw. Voldoende betaalbare woningen, zodat ook jongeren een huis kunnen vinden. Ook jongeren die terugkomen vanuit een studie en die misschien een gezin willen stichten en die wat meer ruimte zoeken. Ja. Zoveel mogelijk de voorzieningen gespreid houden over het gebied. Zodat ze zo dicht mogelijk bij de inwoners staan. En er moet ook wel wat gebeuren, want de kernkwaliteiten van Hollands Kroon zijn rust en ruimte. Maar er moet wel wat gebeuren, want alleen maar rust, dan vallen we in slaap en dat is niet de bedoeling. Dus de bedrijven moeten ook voldoende ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ja, is het ook een verbetering met Hollands Kroon, dat beter zal worden, als dat het wat het was eigenlijk? Nou, een aantal zaken zou je beter kunnen regelen. Er staat nu een bedrijvenloket gepland. In ieder geval één aanspreekpunt voor de bedrijven binnen de ambtelijke organisatie. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Zodat de mensen goed geholpen kunnen worden. Okay. En ja, dat bij aanvragen van vergunningen dat er voldoende kennis in huis is om de mensen ook van dienst te zijn. Ja, daar hebben jullie het ook over. De communicatie en de service richting burgers. Die moet verbeterd worden. Die was dus niet zo best. Nee, dat wil ik niet zeggen. Verbeterd worden. Het kan altijd beter. Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben het ook wel eens gevallen gehad dat we dachten van, goh, misschien dat met goed overleg het proces beter had gelopen. Ja. En dat is toch wel iets waar we op hameren. Dat we ook afgelopen tijd wel hebben gezien dat we soms door inwoners werden benaderd met een probleem. Denk bijvoorbeeld aan de punaise die voor de Bollehoek was gepland op de weg op de Molenvaart. Toen werd ik gebeld door een aantal inwoners van, goh, het loopt niet lekker. Nou, toen heb ik contact ook gezocht met de wethouder en gevraagd om toch nog eens goed te kijken naar wat de inwoners ervan vonden. Er is ook nog een bijeenkomst geweest. Ja, en dan is het toch goed opgelost. En ik denk dat dat belangrijk is. Tijdig, voor alles in kan en kruiken, is ook de inwoners vragen wat zij ervan denken. En dat zal ook verbeteren dus? Ja. Daar ga je vanuit? Ja, nou, daar gaan we voor. Oké. In het programma staat ook betrokken en betrouwbaar. Staat ook in alle programma's van alle partijen. Dus logisch eigenlijk dat je betrokken bent en betrouwbaar. Waarom niet? Ik vind dat je als raadslid moet je betrouwbaar zijn. Je moet integer zijn. Je moet goed denken om belangenverstrengeling. Dat moet je uit de weg gaan. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet je mijden. Ja. Daar moet je helder in zijn. Daar moet je duidelijk in zijn. Dat hebben we ook afgelopen tijd laten zien. En betrokken, dat is het allerbelangrijkste in het lokale bestuur. Dat je weet wat er leeft onder de inwoners. Dat je ook in de gemeente op pad gaat. Dat je weet hoe het eruit ziet. Dat je weet wat er gebeurt, wat er leeft, welke vragen er zijn. Ja. En dat is betrokkenheid. Zal het ook een beetje stabiel worden, denk je? Er zijn ook allemaal mensen van verschillende gemeentes die dan samenkomen in een nieuwe coalitie. In Den Helder gebeurt natuurlijk, dat weet je waarschijnlijk ook wel, een hoop ellende vaak. Hoe gaan jullie met elkaar om? Is dat echt wel een stabiele factor?
Wij hebben in ieder geval ervaring in Annapolona dat wij goed met elkaar omgaan. Het debat mag wel eens fel zijn. Maar het gaat niet op de persoon. Het gaat gewoon op een open en eerlijke manier. En dat hoop ik dat we dat ook straks in Hollandse Kronen zo kunnen handhaven. Oké, nog eventjes, Ilene, de speerpunten van het CDA. Kun je een aantal highlights daarvan van noemen? Dat de mensen zeggen van ja, daarom ga ik op het CDA stemmen. Nou, ja, dat zijn er natuurlijk toch een aantal. Maar het belangrijkste, dat is die leefbare en bedrijvige gemeente. En het sociale gezicht. Dus de mensen die het wat minder hebben, die een steuntje in de rug nodig hebben, dat we die ondersteunen. En niet afhankelijk maken van de gemeente, maar proberen om ze zelf hun leven te laten leiden. Maar helpen waar nodig. Ja. Die gemeentelijke dienstverlening moet natuurlijk verder verbeterd worden. Dat blijft altijd. Het kan altijd beter. Dus dat vinden we belangrijk. Dat contact met die inwoners is voor ons echt een speerpunt de komende tijd. Dat we dat goed gaan inrichten. Daar moeten we duidelijke afspraken over maken. Zodat het ook tussen de oren zit van het beleid. Om de inwoners te raadplegen. En dat kan zijn dorpsraden, jongerenadviesraad. Maar ook natuurlijk de individuele inwoners. Want het kan wel eens zijn dat de belangen wat anders zijn. Dus dat is ook belangrijk. En de financiën is natuurlijk een hele belangrijke. Dat we weten dat we de komende jaren toch met minder geld moeten doen. En dat geld moeten we zo goed mogelijk besteden. Daarom zullen we niet alles kunnen wat we heel graag willen. Maar dan moeten we duidelijke keuzes in maken. Oké. Je zit momenteel bij de lokale omroep. Wat is je gevoel daarbij? Gaan jullie dat ook gebruiken in de toekomst? Lokale omroep is natuurlijk heel belangrijk voor een gemeente. Omdat je dan het lokale nieuws toch op een andere manier ook presenteert. Buiten natuurlijk het vermaak, het amusement van een lokale omroep. Maar denk aan de kwartje triathlon, een belangrijk evenement in Annapolona. Dat wordt op die manier verslagen en dat soort dingen. Dus dat is wel heel belangrijk. Hoe we dat verder in Hollandse Kroon gaan ondersteunen. Ja, dan zullen we natuurlijk breed moeten kijken van welke vorm gaan de lokale omroepen straks werken. Ja, oké. Tot slot, als de mensen nu denken van oké, ik vond het een leuk verhaal van Ilene Vlaming van het CDA. En dan kun jij nog als tot slot meedelen van waarom zou de stem van een burger naar jou moeten gaan of naar het CDA? De stem moet naar het CDA gaan omdat wij betrokken zijn, betrouwbaar. En dat wij willen zorgen voor een leefbare, maar toch ook een bedrijvige gemeente. Dus leefbaar in de zin, er moet wat gebeuren. Maar ook leefbaar dat het fijn is om er te leven en te wonen en te werken. Oké. Ilene Vlaming-Kroon, lijsttrekker van het CDA. Ik wens je heel veel succes. Het wordt spannend natuurlijk. Zijn jullie ook gespannen richting 23 november? Ik denk dat we op 23 november gespannen zijn, maar nou is het ontspannen, want het is ook genieten van de campagne. Want het is ook leuk om op pad te gaan in je gemeente en met mensen te spreken. Oké, heel veel succes. Bedankt. En dankjewel.